In deze video koop ik 100 staatsloten. Inderdaad, 100 staatsloten. Dat betekent dat ik ongeveer 100 keer kans heb om miljonair te worden. Maar hoeveel kans heb je nou daadwerkelijk? Rond het nieuwe jaar word je aan alle kanten doodgegooid met reclames over het feit dat jij bijna miljonair bent en je hoeft alleen maar één lot te kopen. Maar goed, neem nu de staatsloterij. Per jaar kopen ongeveer 6,5 miljoen mensen een lot voor de staatsloterij. Stel, jij koopt één lot. Dat betekent dat de kans 1 op 6,5 miljoen is dat jij de jackpot wint. Oftewel 0,000016. Even ter vergelijking, de kans dat je in Nederland door de bliksem wordt geraakt is 3 keer zo groot. Of nog beter, de kans dat jij een random pinpas op straat vindt en naar een pinautomaat mee gaat en de code binnen 3 keer goed gokt, is 2000 keer zo groot dan dat jij de jackpot wint. Kortom, de kans is best wel klein. Toch blijven we allemaal ieder jaar weer die loten kopen. Er is dus toch ergens diep in ons menselijkheid die hoopt dat we miljonair worden. Of die honger naar gratis geld. Of we zijn gewoon Nederlanders of gierig of ja, iets. In ieder geval heb ik dit jaar weer €1500 uitgegeven om nogmaals aan jullie en aan Britt te bewijzen dat het onzin is en dat je niet die miljoen gaat winnen. Ook blijkt het dat meer dan 40% van de mensen die mijn video's kijkt nog niet geabonneerd is. En stel, iedereen van die 40% abonneert zich op mij, dan heb ik gewoon 1 miljoen abonnees. Dus, dan ben ik wel miljonair in abonnees, maar niet in geld, helaas. Dus klik maar op die abonneerknop. Jacqueline, ik zie dat je kijkt. Bedankt. Auw. Je reed over mijn voet. Ik ben zo klein achter jou. Wow. Ja! Ja, de enige reden dat Britt bij deze video is vandaag is natuurlijk omdat er wat te winnen valt. En daarom, hè, toch? Ja. Ja, dat is wel echt waar. Ja. Ik heb dus weer 100 staatsloten gekocht, zoals je al zag in de titel. Mijn doel van dit is eigenlijk om een soort van proberen te bewijzen dat het allemaal onzin is. En dat je eigenlijk meestal toch niks wint. En Britt hoopt stiekem nog steeds, of denkt eigenlijk nog steeds te geloven, dat je wel dingen kan winnen. I guess we'll find out in a second. Ik heb er 100 gekocht. Het zijn halve loten, dus dat betekent dat je de helft van de prijs kan winnen. Dus Oké. Kijk, zoals je ziet, één lot is €15 en ik heb er dus 100. Dus dat is €1500. Maar ik heb dit vorig jaar ook al gedaan. Huh? Huh? Is het nu alles in één? Ik had toen €395 gewonnen of zo. En die €395, daar heb ik niks mee gedaan het hele jaar. En die heb ik nu weer ook in deze andere lot gestopt. Dus ik heb €1100 uitgegeven. Ongeveer. Echt veel. Ja, dat is echt veel inderdaad. En al helemaal als je bedenkt dat ik niks ga winnen. Jawel, we gaan winnen. Oké, ik hoop het ook natuurlijk, maar... Het zou niet goed zijn voor mij als we nu iets zouden winnen. We? Ja. Oké. Of course. Wil je nog instappen? Dat mag. Dan moet je mij geld geven. Nee. Oké. Alles wat van jou is van mij. Oké. Nou. Maar je moet het wel één voor één doen, toch? Nou ja, kijk, de vorige keer was het dus nogal een anticlimax, en toen lukte dat niet. Ik weet niet hoe dat moet. Ik heb het tussendoor ook nooit gespeeld. Vorige keer klikte ik gewoon op trekkingsuitslag en toen... Dus ja, Waarschijnlijk gaat het nu weer gebeuren, dus... Oké, wacht. Oké, maar kijk, het kan zijn dat het gewoon per ongeluk weer ieder moment in beeld komt, hè? Dat er gewoon in één klap weer zo'n boom weet van, dat is dit. 100 lotnummers, wacht. Oh! Dit zijn allemaal loten. BS van bullshit, oh. Van Brits Scholten en Basic. Wow, dus dit is de eerste. €5! Dit is geweldig! EC. 0. Boom! €30! Wow, dat is winst, hè? Oh, ik ben rijk! Ik vind het heel saai. Oh. Jij niet saai, ik klik liever gewoon in één keer alles. Nou, doe maar. Dat kan namelijk ook volgens mij. Maar oké, we doen het nogal. We doen het eerste rijtje, goed? We doen het eerste rijtje. En voordat we het wisten, vielen we enorm in de prijzen. Oké, dat is 0. Oké. AV, de opleiding die je hebt gedaan. AV, ik heb een AV-opleiding gedaan, dat klopt. €5! Weer €5, dit is geweldig. Dit is geweldig! Oké, daar gaat hij weer. We gaan doorchecken. Het is nog een keer €5! Oké, tot nu toe dus dik verlies. Besef dat één lot €15 is, hè jongens, dat kost €15. Dus zolang je minder dan €15 wint, maak je dus verlies. Maar deze keer win ik 100 miljoen! Oh, €25! Oké. Dit is geweldig, dit is geweldig. Ja, lekker hoor, het eerste rijtje nog maar, hè. Ja, maar we staan dus wel op verlies nu, dit.
Ja, nou, dat is eigenlijk moeten we niet blij zijn met 5 euro. Hè? Want dat betekent dus dat we 10 euro hebben verloren. Ja. Of ik, eigenlijk. Dus ik mag wel blij zijn met 5 euro. Want ik heb het niet verloren. Nee, klopt. Dus voor mij is het altijd winst. Behalve dit. Oké, okay. Boom. Oké, okay, 25 euro. Goed, kijk. Oké. Toen besloot ik maar dat ik het te lang vond duren en in één keer alle loten zou checken. Dus nu zou de totaalprijs die we hebben gewonnen met alle 100 loten in één keer in beeld komen te staan. Ja, maar Brit, het is niet spannend, want je wint niks. Wat denk jij dat we winnen? 1000 euro. 1000 euro? Ja. Maar dan maken we nog steeds verlies dus. Ja, maar dat winnen we wel. Wat? We winnen het wel, maar je maakt wel verlies uiteindelijk. Maar waarom ben je dan zo excited? Ja, ik wil gewoon heel graag laten zien dat het wel kan. En dat ik wel weer dit soort dingetjes kan doen. Nee, maar je denkt dus dat het 1000 euro is. Nee, minimaal. Nee, maar wat denk je? Minimaal 1000 euro. Nee, maar wat denk je? 5000 euro. 5000 euro? Ja. Oké, nou, daar teken ik voor. Ik denk dat we weer die 395 pakken. Of 400 of zo. Oké. Want ze zeggen dus, als je 1500 euro aan lood koopt, dan krijg je minimaal iets van 375 euro of zo. Ik denk dat het gewoon weer tegen het minimum aan zit. Wil jij klikken? Ja! Oké. Okay. You ready? Nee, wacht, wacht, ready. Ja? Huh? 3. Nee, nee, wacht, wacht! Ja, Nu ben ik ook bang. Nee, oké, maar we winnen toch. 3, 2, 1. Meer dan dat de vorige keer was. Yes, inderdaad. Even kijken hoor, als we hiermee waren doorgegaan, die hele volgende rij hebben we niet meer een 5 gewonnen. Die rij daarna ook niet. Maar daar heb je wel 1 keer 55 euro, 1 keer 50 euro. Ja, maar stel je voor waar die helemaal mee doorgaan. Hoe saai dit was geweest. Ik ben zo blij dat we dit hebben gedaan. Ja, dit was een goede rij. In deze rij hebben we ook geen winst, maar wel het minst verlies. Ja, maar ik vind het heel leuk. Ja, vind je dit echt heel leuk? Ja, dat is het erge. Wat vond je hier dan leuk aan? Nou, ik vind het gewoon die spanning in mijn buik zo... Jongens, neem geen voorbeeld aan Brit. Nee. Dit is het tweede jaar dat ik dit doe. Dus met die 1500 plus 1100 heb ik nu 445 gewonnen. Wacht even, dat is 2155 euro verlies. Stel dat je nu een mini had gewonnen. Hoe leuk was dat geweest? En je kan beter gewoon hard werken ervoor en hem dan zelf kopen. Die kans is een stuk groter dat het lukt. Maar goed, bedankt voor het kijken. Ik vond het enorm gezellig. En tot volgend jaar.